Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en ik ga jullie proberen een beetje inspiratie te bieden rondom de barbecue. Wij nemen een Texelse lamschouder en geïnspireerd tijdens onze Texas foodtrip door de Dutch Man's Hidden Valley gaan we hem dus pekelen en roken als een hammetje in de barbecue. En serveren wij hem vol met een skillet met lekkernijen. Haha, vuur vrienden, ga lekker zitten. Wat een bakje koffie, we gaan beginnen. Barbecue is what we do. Toen we laatst dus in Texas waren voor onze foodtrip, toen zijn we bij de Dutch Man Hidden Valley wezen eten. Ja, een superleuk restaurantje met allerlei dingetjes eromheen. Ga ik zo in een videootje ook zeker aan jullie even laten zien. Maar met de lunch hebben we dus een Bavarian ham gegeten. En dat was zo lekker dat ik er echt veel inspiratie uit kreeg om daar eens wat mee te gaan doen. En daarom ga ik vandaag dus maken dus een lammeshammetje. En op twee manieren. Een hele leuke manier zoals we straks gaan eten. En van de week laat ik jullie zien wat je er nog meer mee kan doen. Gaan jullie nu in ieder geval eerst even kijken naar de Dutchman Hidden Valley wat we daar hebben meegemaakt. Haal ik hem vast even uit de koelkast. Onze lamsbouw. Gedurende onze roadtrip door Texas komen we dus door Hamilton. Een gebied waar voorheen vrij weinig te verkrijgen viel. En veel toeristen er toch doorheen reden over de Highway 281. Heeft een lokale Duitser genaamd Ron Wenzel bedacht om hier wat mee te gaan doen. Er werden op deze locatie al allerlei producten verkocht. Zoals Texaanse merchandise, producten gemaakt van pekan en natuurlijk een overheerlijk stukje fruit. En zoals je nu ook kan zien, ook overheerlijke gerookte vleeswaren. En juist deze streekgebonden producten zoals pastrami en ham, ja dat is maar een klein voorbeeldje, zijn dus heel erg bekend in dit gebied. Ja, echt weer zo'n superleuk restaurantje wat René dus uitgezocht heb. En daar is dus ondertussen onze lunch met die heerlijke, gepekeld en gerookt Bavarian ham. En die wij dus nu op vergelijkbare manier aan het maken zijn met lamsvlees. Dan kijken we nu gelijk even naar de binnenkant. En zoals je ziet is het vlees mooi roos. Dus wordt het nu hoog tijd voor een happy. Oh ja, we hebben trouwens ook nog een Reuben sandwich gehad. Dat is een pastrami met zuurkool. Als je dat nou leuk vindt, geef het even aan in de comments. Ga ik die uitwerken. Vind je dit trouwens leuk en wil je hier meer van zien? Abonneer je dan even op mijn kanaal. En dat was echt een mega lekkere lunch. Wat gaan we nou vandaag doen? We gaan vandaag een lamshammetje maken en die zit hier al in, die heb ik al voorbereid. Nou is het zo dat ik hem namelijk een pekelbadje moest geven om er een hammetje van te kunnen maken. Dan gaan we dus nu even kijken hoe ik dat precies gedaan heb en dan laten we meteen een stukje vlees even zien. Zie, hier hebben we dan onze verse Texelse lamschouder. Dit wordt altijd lekker vers geleverd door de jongens van meatmarket.online en daar ben ik echt zeer content mee. En met gewicht van 1,8 kilo een prachtig stukje vlees. Die gooien we dus even 2 dagen in een bedje van All Brine Color, de perfecte pekel voor deze ham. De kleurzout die in deze pekel verwerkt zit haalt de smaak van het vlees omhoog. En het ruime smaakpalet en kruiden wat erin verwerkt zit vullen dit weer aan. Dus je snapt het al wel hè, dit wordt een heerlijk smaakbommetje voor in je bakkers. Kijk eens aan. Heeft hij lekker 2 dagen in de brein gelegen en we hebben hem volledig geïnjecteerd. En dat hebben we gedaan omdat hij dan helemaal doordrenkt wordt. Dat we zekerheid hebben dat hij helemaal mooi roos van binnen wordt. En dat het zout zijn werk gedaan heeft. Door het zout krijgt hij meer smaak. De kruiden die erin zitten geven ook een heerlijke smaak. En het vocht maakt hem lekker mals. Super ideaal. We gaan nu het bot eruit snijden omdat we er zo'n een soort van rolladetje van willen maken als een echte ham. Kijk eens aan, dan haal ik hem meteen eerst maar eens even uit de brine en spoel ik hem helemaal rondom af, zodat de kruiden en het overtollige zout eraf is. En als je dat gedaan hebt, dan halen we gelijk een doekje eroverheen, zodat hij mooi droog wordt. Ja jongens, let even op, dit is wel echt een aanrader, want nat vlees is gewoon heel glibberig en met een scherp mes is dat gewoon gevaarlijk. En dan voel ik hier nu een knobbeltje en daar zit dus het schouderblad. We gaan hem nu dus helemaal bot vrijmaken, dus even goed voelen waar alles zit. Dan beweeg ik even het pootje om goed te zien waar die knobbel zit, want ik wil zo meteen over deze lijn heen snijden langs het bot. En misschien denk je bij eigen wat een gedoe allemaal, maar dit is juist heel erg leerzaam om goed met je vlees om te kunnen gaan. Zag je net trouwens die 2 strepen? Dat is namelijk het schouderblad. En snij ik even in op dat eerste knobbeltje om een herkenningspunt te krijgen. En dan hebben we ondertussen goed geïnventariseerd waar al het bot zit, en snij ik over het schouderblad mijn vlees door. Daarna steek je gewoon je vingers onder op het schouderblad en wrik je alles even vrij. En schraap en snij je langs het bot op, zodat het mooi vrij komt. Ja, je hebt nu echt het moeilijkste al gehad. Je volgt gewoon de weg langs het bot met je mesje. Je snijdt overal langs en dan komt hij vanzelf helemaal vrij. En jongens, ik ben ook geen slager en op mijn snijwerk zal ook wat aan te merken wezen. Het maakt mij niks uit, het gaat mij juist om het eindresultaat. Dan wrik ik ondertussen even het schouderblad helemaal los en snij ik de puntjes los zodat hij vrijkomt. Dan check ik nog 1 keer even rustig waar het bot zit van het been. En doen we gewoon weer hetzelfde als net. Je snijdt rustig langs dat bot op. Zorg trouwens wel dat je niet helemaal door het vlees heen snijdt, maar alleen langs het bot op. En als je dan rustig langs alle bot opgesneden hebt en je hebt hem helemaal rond of vrij, dan trek je gewoon je bot eruit en dan ben je eigenlijk helemaal klaar. Nou, bijna. Omdat we hem zo meteen op gaan rollen en op gaan binden, wil ik een mooie lap hebben, dus dat bovenste gedeelte snij ik er meteen even vanaf. Om hem zo meteen goed op te kunnen rollen, moet hij natuurlijk een beetje vlak wezen. Daarom heb ik dus de vleeshamer erbij gepakt. Dan gaan we een beetje vlak meppen en een beetje strak maken, zodat hij zo te makkelijker oprolt. Kijk eens aan, ik heb even het vlees aan de kant gelegd. Gaan we nu een smaakmakertje maken. Daarvoor neem ik olie, 3-4 takjes rozemarijn, een beetje tijm.
een beetje peper. Zout in dit geval niet, want die zat ook al een beetje in de brein en ik wil niet te veel zout. En natuurlijk 3 tenen knoflook, want dat vind ik gewoon heerlijk om de wegen smaak een beetje weg te nemen van het lam. Kijk, dan heb ik ondertussen het vlees op aluminiumfolie neergelegd, want we gaan hem nu smaak maken met ons olietje. Die smeren we dus gewoon rondom helemaal erin. Boah, het is wel jammer dat jullie dit niet kunnen ruiken, want het is echt geweldig. Zo, die komt lekker op smaak. Dan gaan we gelijk maar eventjes inrollen en het touwtje eromheen doen. Ja, dat is best een beetje een geklierd ding. Is natuurlijk zo glibberig als maar kan. Kijk, en dan heb ik van René een foefje geleerd hoe je dit doet. Je gooit eigenlijk je touwtje eroverheen. Onderdoor haal je hem terug. En dan pak je het puntje van je touw. En dan doe je dus eronderdoor. En dan heb je dus de rolladeknoop. Dan trek je hem even stevig aan. Dan doe je dat een paar keer. En dan heb je eigenlijk al je hele rolladetje opgeknoopt zoals die moet wezen. Tuurlijk kan dat wel wat netter. Maar ja, dat boeit me niet zoveel. Ik snij in ieder geval wel de kopjes eraf zodat hij wat strakker is. Kijk eens aan, hier hebben we dan het lamschammetje en hier heb ik een heel mooi pannetje gevuld met allerlei lekkernijen. Vertel ik zo meteen even wat meer over. Zetten we dit nu aan de kant, trek ik de barbecue open en gaan we gelijk over het aansteken van de barbecue. Dus het multilevel systeem gaat eruit. Dan gebruik ik nu appelhoutkool, want dat staat vlug op en geeft weinig rookafgifte. En ik gebruik maple als rooktint en dan gooi je dus 2 chunkjes van bij het vuur in. Onze skillet is dus gevuld met rozemarijn, tijm, tomaten, shallotjes, bacon en een boursinkaasje. En aangevuld voor de smaak met wat SBG. Die gaat nu de barbecue dus in tegelijk met ons lamshammetje. Dan sluiten we de meest verkochte barbecue van Nederland, ofwel de Kamado. Ja, Nederland is echt een Kamado-land. Maar goed, dan zetten we de schuif even goed en gaan we ongeveer rond de 130 graden zitten. Kijk eens aan, de barbecue staat nog steeds rond de 120, 130 graden, helemaal prima. Gaan we even kijken naar de kerntemperatuur. Dit vind ik perfect, nou die mag eruit. Even kijken naar de kleur. Zoals ik het nu zie, ziet hij er dus perfect uit. Hij is mooi goudbruin en heeft de kerntemperatuur van ongeveer 70 graden. Hahaha, en mijn pannetje is helemaal mooi op kleur. Ik denk dat alles er gewoon even lekker uitgaat. En dan halen we even de takjes eruit. En dan is alles boterzacht geworden en roeren we alles lekker door elkaar. Tot een mooi smeug verhaal bestrooi je dit nog even met konijnenvoer, ofwel bieslook. En dan snijden we gelijk weer even een mooie schijf van onze lamsham af. Je mag dan bij het pannetje in. En kijk eens even wat een mooi kleurtje dat lamshammetje aan de binnenkant gekregen heeft. Ja, dit ziet er natuurlijk hartstikke lekker uit, maar wat ik van de week ga maken, dat is ook wel heel bijzonder. Eerst maar eens even proeven. En dan begin ik met onze blubber uit het pannetje. Lekker cremer. Tomaatjes mooi zacht. Een frisje van de bieslook. Konijnenvoer. Jongens. Bacon. Gaan we nu over naar ons lamshammetje. En dat doe ik niet moeilijk over. Dat gaat gewoon zo in de bakkers. Een touwtje. Zacht. Hoog in smaak. Rozemarijn proef je goed. Knoflook. Heerlijke aanvulling. Dan hoop ik in ieder geval dat jullie genoten hebben. Ik in ieder geval wel. Dan zie ik jullie in ieder geval graag volgende week weer terug. En even abonneren op het kanaal, want dan krijg je pas die hashtag verrekte lekker honger in je bakkes. Zeg ik nou weer, joh. Hey, jij daar. Wat was het weer gezellig. En bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je volgende week weer even komt, want dan bedenk ik was het lekkers voor in jouw bakkes.